Van het platform Gehandicapten in Zuidoost. Ik hoorde u in uw inleiding zeggen dat u in bijna alle vormen van vervoer zich verplaatst heeft. Ik vraag me af of u dat ook in een scootmobiel of een rolstoel gedaan heeft. En hoe dat hoe dat een plek krijgt in dit plan. Goeie vraag. Bedankt. Een scootmobiel niet en een rolstoel wel. Ik ben enige jaar geleden, ben ik vijf jaar stadsdeelwethouder in de Bijlmer geweest. En ik heb een keer bij Ganshoek, winkelcentrum Ganshoek, kent het ongetwijfeld wel. Nadat er klachten waren over het feit dat het winkelcentrum eigenlijk op een verhoging is gebouwd. Hebben wij samen met een aantal organisaties, hebben wij daar een soort van, ja hoe moet je dat noemen, een survival eigenlijk gedaan. Met rolstoelen en lapjes voor, hebben wij daar zelf ervaren hoe ingewikkeld het is. Om als je een beperking hebt en inderdaad bent aangewezen op een rolstoel, hoe je dan zo'n winkelcentrum bereikt. Dus ik heb daar wel ervaring mee en dat valt niet mee, kan ik u vertellen. Maar dat hoef ik u niet te vertellen, want u zit in een scootmobiel. Ja, maar gaat u dit ook... Zit het genoeg in het plan? Vraagt u eigenlijk. Hè? Zit het wel goed in het plan? Ja, als het goed is. Wat heel belangrijk is, ja, het zit in het plan. Maar ik merk iedere keer dat we bij ieder project wat we uitvoeren... opnieuw scherp moeten zijn of het er ook voldoende in de praktijk in meegenomen wordt. Maar een voorbeeld te geven, ik was vanochtend bij de opening van een busstation Schiphol-Noord. Dat is bij de McDonald's, u kent dat gedeelte misschien wel, daar bij in de Haarlemmermeer. Nou, voor wie het niet kent, de R-netbussen, dat zijn die snelle verbindingen van en naar Amsterdam, die Bordeaux-Rooie bussen, de Zuidtangent is er een van. Al die bussen komen bij elkaar bij dat station. Busstation Noord, waar makkelijk overgestapt kan worden. En wij spraken twee mensen van de reizigersadviesraad. En die namen mij mee naar zo'n hele grote display, waar rechtsonder, en dat schijnt bekend te zijn, de heer Corinne Rappaport die zal het ongetwijfeld weten, bij zo'n informatiebord heb je, als je visueel gehandicapt bent, ook de mogelijkheid om via geluid geholpen te worden. Daar zit zo'n paneel en daar kan je de lijn zeg maar, die je moet hebben intoetsen en dan geeft hij je aan bij welk platform je moet zijn. Alleen er staan nog geen geleidelijnen bij bijvoorbeeld. En zelfs als er geleidelijnen bij staan moet je zelf maar weten welk platform D of A of B of C is. Nou, wat wij merken is dat het in ieder project belangrijk is dat we heel goed blijven kijken hoe mensen met een beperking, hoe de maatregelen daarvoor zijn meegenomen. Want het is geen vanzelfsprekendheid en dat moet het wel worden.